vandaag zijn wij hier gekomen omdat Suriname behoorlijk in de greep is van een crisis, een ongekende crisis die naar wat wij zien, wat wij observeren, nog steeds richting de onderkant gaat in plaats van daarboven. En als kerk vinden we dat we een verantwoordelijkheid hebben om de beleidsmakers op te roepen deze neerwaartse trend tegen te houden en hout toe te roepen. Wat Surinaamse burgers nu meemaken, mag absoluut niet erger worden. Er moet daarom alles aan gedaan worden om de ingetreden verpaupering en verloedering die toch wel angstaanjagende vormen aannemen, een halt toe te roepen. Hieronder treft u enkele vraagstukken die wij in de vorm van stellingen hebben geponeerd. Wij geloven dat indien de nodige aandacht hieraan gegeven wordt, de sociaal-maatschappelijke rust langzaam terug zal keren in onze gemeenschap. Veiligheid en integriteit zijn allemaal zaken, de politieke cultuur. Belangrijk punt, gevoelig, maar wel belangrijk. Oh, want we worden al lang met een cultuur van oppositie en coalitie, minister van Boem. Maar mij, als je me hoort praten, gaat je me vaker horen zeggen: Sawe jugu jugu, laten we samenwerken. Omdat die politieke cultuur gebaseerd moet zijn op het Surinamer zijn. Ook al ben je van een andere partij, we zijn uiteindelijk eens aan een man. En verzoening zullen we als geen ander moeten doen. Kortom, aantal belangrijke punten. We kunnen het nog door aanvullen tot 95, maar ik geloof deze zijn belangrijk en uitdagend genoeg. Dus laten we hiermee beginnen. Die boodschap geef ik door aan de voorzitter en leden van het parlement. De opkomst was nogal klein, had u meer verwacht? Jawel, dat wel, vanuit onze gemeente, vanuit mijn gemeente zelf. Maar we zijn als voorgangers eigenlijk bekend met dit gedrag, om het zo te noemen. Je roept mensen op voor een bijbelstudie, voor iets, en ze komen niet omdat ze prioriteit geven aan andere zaken. We hadden wel een grotere opkomst verwacht, maar voor ons was vanaf het begin niet de opkomst die onze boodschap gaat bepalen. De boodschap was of is nog steeds aanpak van de crisis en hervormingen toepassen. En niet spelen, maar echt de hervormingen toepassen opdat we de positieve kant kunnen opgaan voor wat die balans betreft. Blessief seran aan kondring. Nodi doen libis ma anu. Me if you no bless en papa. Noti no sama fin presi. Ma we put alasan in janu gado. We giu grand tangi fa roko dis di duti de. En we axiu met fructu fa da du grong masra. In a neng fu Jezus. En we praise you fu dati. Halleluja. Amen. Mas Jesus, está com ele por mim.